Dit is Actueel. Actueel met Lucie Otten en Hans Bogers. Ja, dat klopt. Goedemorgen, het is zaterdag 13 februari van het jaar 2010. Van harte welkom bij Actueel. We praten tot de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Iedere zaterdagochtend tussen 10 en 11. Met een aantal kandidaten die meedoen aan die verkiezingsstrijd, zeg maar. Dit keer vertegenwoordigers van Buitengewoon Leefbaar, ChristenUnie en D66. En dat zijn Bert Derden, Frank Bruining en Dieke Fransen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie gaan van debat naar debat. En gisteren was het debat bij de Rijksscholengemeenschap. Eergisteren. Het was op woensdag alweer. Ik hoorde het vanochtend onze techneut zit op de RSG. En die zei dat het een leuk debat was georganiseerd door de jeugd. Jeugd die nog niet mag stemmen, neem ik aan, of was het oudere jeugd? Er waren er een aantal die mochten stemmen, maar dat waren er nog niet zoveel. Dus qua uitslag hebben jullie er nog niet zoveel aan gehad. Maar hoe was het debat? Op zich denk ik best wel heel leuk. Je hebt natuurlijk op dat moment contact met de jongeren. Dat het een echt politiek debat is onderling. Dat was het eigenlijk niet.
Maar wel dat je bepaalde standpunten naar voren kon brengen en toch aandacht van de jeugd kon vragen voor je partij. En ik denk dat het daar ook eigenlijk om ging. Het was ook in het kader van maatschappijleer en zo. Dus oh ja. Nou, dat ze wat zicht krijgen op de politieke partijen en op de verschillen, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja. En het is gewoon een heel leuk initiatief dat jongeren juist zoiets organiseren. Wij zeggen als politiek zo vaak, we moeten jongeren erbij betrekken en dat soort dingen. Hoe is het met jongeren op jullie lijst? Wij hebben 5 jongeren op de lijst. En hoe jong is jong? Begin 20. Mm. Ja, ik geloof dat de jongste 22 is en dan de oudste van de jongeren 26, geloof ik. En bij D66? We hebben wel veel jongere leden, maar die studeren. Dus die zijn meestal ook aangesloten bij D66 in hun studiestad, zal ik maar zeggen. Dus we hebben helaas geen jongeren in Steenwijk op de lijst staan. Maar dat mogen we dan over 4 jaar verwachten? Dat lijkt me prima. Ja, ja. Zijn van harte welkom. Ja, ja. En buitengewoon leefbaar? Ja, van de 28 die we op de lijst hebben staan, hebben we er denk ik een stuk of 10 die in de 30 zitten. En dus de gemiddelde aardig naar beneden trekken bij de vorige keer. Er 1 bij zitten vanaf de 21. Maar voor de rest zijn het 40, 50 en eentje nog heel erg veel ouder. Maar dat is prachtig dat je ook alle geledingen vertegenwoordigd hebt, denk ik. Maar we zijn een stuk jonger qua leeftijd, gemiddelde leeftijd, dan de vorige keer. Ja. En hebben jullie daar bewust naar gezocht? Of? Nou, velen die zich ook aangemeld hebben gewoon. We hebben niet veel moeite hoeven doen om die 28 mensen bij elkaar te krijgen. Dus dat ging eigenlijk min of meer vanzelf. Ja. Ja, dus fijn dat er van die jongere kant ook veel belangstelling is. Dat geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Ja. Zijn jullie daar wel bewust naar op zoek geweest, mevrouw Barney? Wij zijn al eigenlijk een hele periode bezig om te proberen een jongerenorganisatie op poten te krijgen. Ook in Steenwijk langs. Landelijk hebben we dat ook en in verschillende gemeenten zie je dat ook. En omdat je ook beseft hoe belangrijk het is dat je echt met jongeren overleg kunt plegen enzovoort. Dus wij hebben daar echt wel op ingestoken. En toen hebben we, zijn we begonnen met 1, 2 en toen was het gewoon een enthousiast groepje. En die zich daar volledig voor in wilde zetten. En die zegt, wij gaan voor de ChristenUnie aan de gang. En dat is juist heel leuk, want we hebben ook 30, 40'ers. En dan die combinatie, dat is gewoon heel erg mooi. De jongere groep van een bepaalde politieke partij doet mij even denken aan de uitspraak van u, mevrouw Fransen. Niet zozeer bij de politieke partij, maar wel bij politieke onderwerpen. Hebt u gezegd van, nou, om nou speciaal overal groepjes voor in het leven te roepen. Hè? Een jonge groepje, ja, een oude groepje. Dat hoeft voor mij niet. Gooi het allemaal maar op één hoop en betrek ze er in zijn totaliteit bij. Nou, dat zijn niet helemaal mijn woorden, maar ik ben het wel. Ik heb inderdaad gezegd, het is niet zo, in onze ogen niet zo praktisch om een jongerenraad op te richten. Als je zo'n raad hebt opgericht, dan zie je ook dat die mensen over 2 jaar eigenlijk alweer ouder zijn. En dus eigenlijk niet meer in de jongerenraad passen. En je ziet dat er heel veel gelezen wordt. En dat is juist eigenlijk onze bedoeling niet. Wat je ook bij een jongerenraad ziet, dat er veel VWO-leerlingen inkomen die zoiets leuks vinden. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren worden betrokken. Dus ook jongeren van het VMBO. Ik heb erg leuke projecten gezien waarin je vanuit maatschappelijke stages jongeren mee laat denken over onderwerpen die op dit moment aan de orde zijn in een vroeg stadium. Dus bijvoorbeeld, moet het gedempte diep nu open of moet het dicht? Laat jongeren daar nu naar kijken en laten ze met ideeën komen hoe je dat mooi in kan richten. Dat is een beetje ons idee. Maar dat dan weer wel dus? Dat wel jazeker, jazeker. Jongeren mee laten denken. Maar niet alles op een hoop. Want ik denk dat jongeren wel een ander beeld hebben en denk heel verfrissend. En ik denk dat we daar ook heel veel van kunnen leren. Dus hoe meer inzet daarvan, hoe beter. Wat nog veel belangrijker is dat we leren naar jongeren te luisteren naar hun verhalen. En dat we daar beleid op maken. Dat we van jongeren horen of ze te maken hebben met huiselijk geweld. Of ze mantelzorg moeten verlenen. En hoe we hen daarin kunnen ondersteunen. Dat soort zaken die zijn nog veel belangrijker. Dat je daar echt naar luistert in plaats van dat je zelf daar ideeën over hebt. En is dat tot op heden niet voldoende gebeurd? Of zegt u ik van, denk dat het zeker beter kan. Ja, nou denk ik dat wij, de politiek, bepaalt de agenda voor het onderwerp. Dan zeggen we, nou, wij hebben een probleem, jongeren, wat vind je ervan? Maar weten wij ook wat jongeren bezighoudt? Daarom zijn
zoiets als een jongerenpanel of een jeugdraad best belangrijk. Maar ik denk juist wanneer je bijvoorbeeld in de openbare ruimte iets voor jongeren wilt organiseren. Of wat nu ook gebeurt, de jeugdschouw bij speelplaatsen. En dat daar de jongeren actief bij betrokken worden, zodat het ook een deel van hunzelf wordt. Dat zou je moeten doortrekken, ook naar de oudere jeugd toe. We hebben destijds eens een bijeenkomst gehad hier in de gemeente, een veiligheidsbijeenkomst. Daar waren ook jongeren aanwezig. En op zich is dat heel goed, want zij kennen hun leefwereld. En dat kunnen wij als politici toch heel wat mee doen, willen we verder zaken ontwikkelen. En wij zijn wel voor jeugdschouwen. Hè? Specifiek dingen wat jeugd aangaat. Bepraat dat met ze. Laat ze meedenken. En een jeugdraad. Ik denk dat dat op zich helemaal niet zo verkeerd is. En dat dat weer vervangen wordt. Je kunt ook weer jongeren daarin meenemen. Ouderen kunnen jongeren weer begeleiden. En een jongerenraad hoeft ook niet alleen van HAVO en VWO'ers te zijn. Dat kan ook van VMBO zijn. Alle jongeren wil je daarin betrekken. Ik denk dat dat best een mogelijkheid is. Wat nog veel belangrijker is, als je dat gehoord hebt, dat je er ook iets mee doet. Want dat is een beetje wat ik hoor. Ik ben op tournee door de gemeente. En in Belt-Gutsloot is ook een jeugdschouw geweest over de jongerenspeelplaats. En er is tot nu toe niks. En nou, dus die medewerking hoef je straks ook niet meer op te rekenen. Je kunt ze drie keer bij elkaar roepen, maar als er niks gebeurt, ja, dan hou je dan ben je ze kwijt. Ja. Maar er zijn ook plaatsen waar het wel gewerkt heeft. Dus een jeugdschouw, dat klinkt me zo eng woord, maar goed. Plannen, kijk, er zijn plannen. Wij werken met een aantal jongeren in verschillende plaatsen. Wanneer zaken aan de orde zijn, zeg maar, in die plek zelf, dan gaan wij klank worden met een aantal jongeren. Maar er zijn jongeren die hebben vaak zo weinig tijd in verband met studie, sport en dat soort zaken. Ze willen eigenlijk niet, zeg maar, gestructureerd in een platform of in een partij of in een, noem het maar, in een of andere groep zitten. Ze willen wel op interimbasis, zeg maar, zaken met ons bespreken, zeg maar. Hoe denk je erover als in Blokzijl wat gaat gebeuren? Daar zitten een aantal jongeren waar we dan mee praten over zo'n onderwerp. Wanneer het hun eigen leefomgeving betreft, zeg maar, of wanneer het hun zelf aangaat. Dat hebben we wel. Dat zijn jongeren van 16, 17, 18 jaar, zeg maar. Maar het valt niet mee om die groep, zeg maar, als blok, als aparte jeugdgroep, mee te laten denken over alles wat er gaat gebeuren in de gemeente. Dat is gewoon, denk ik, bijna niet realiseerbaar. Zo realistisch moet je zelf ook wezen, denk ik. Maar op interimbasis wil men dat best. Heel veel jeugd heeft toch wel belangstelling voor hun eigen omgeving. Ja. Overigens, mevrouw Fransen, u zei dan van, ja, dan ben je de jongeren kwijt op het moment dat je daar niet aan voelt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Ja, dat toch? Geldt ook. In minder goed, ik vond, mag ik misschien nog een leuk voorbeeld geven van het debat van de week. Veel partijen gaven aan dat we moeten zorgen voor jongerenhuisvesting en dat we moeten zorgen voor werk. Zodat jongeren die tijdens het debat van de week, ja. Zodat als ze klaar zijn met hun studie, dat ze terugkomen naar Steenwijkerland. En dat willen we natuurlijk allemaal heel graag. En dat stond ik dus te bepraten met drie meisjes. En toen zei ik van, hoe zien jullie dat? Willen jullie nog weer terugkomen? Nee, maar hier is hier helemaal niks te doen. En ik denk, ja, wij kunnen daar heel mooie ideeën over hebben, maar we zullen toch daar echt naar moeten luisteren als we ze echt terug willen hebben, wat we dan voor hun moeten doen. Want op dit moment is er geen onmiddellijke idee van, nou, wij gaan terug naar Steenwijkerland. Wat je bijvoorbeeld in Winterswijk ziet, daar hebben ze een soort studentenvereniging gemaakt voor leerlingen die buiten de stad studeren en die dus in het weekend dan weer iets gezelligs hebben en elkaar weer treffen. Wat natuurlijk onderling een band schept. En dat zie je met sport ook gebeuren. Kinderen die blijven sporten in Steenwijkerland, die blijven die komen daarvoor terug. Ja. Dus in dat soort oplossingen moet je denken. Maar je moet natuurlijk dus ook rekening mee houden wat er voor jongeren is die echt gestudeerd hebben. En daarom moeten wij ook inzetten, en dat wordt ook gedaan, om toch bedrijven binnen onze gemeente te halen waar hoger opgeleiden werk kunnen vinden, want dat is niet zo makkelijk. Dan gaat het over een bepaalde groep. Maar er is ook een bepaalde groep die wel degelijk in Steenwijkerland wil wonen. Of in de kernen. Maar die vaak vanwege de woningbouw, dat ze geen mogelijkheden hebben, naar elders verhuizen. En toch op de duur weer terugkomen. Omdat de hang hier naartoe best wel groot is. Natuurlijk, hier liggen een roots en men wil altijd weer terug.
En dat kan een aantal jaren duren, maar de meeste die komen toch weer terug. Hoor. Je kan best met mensen gesproken hebben die dat niet willen. Ja, nee, maar puur jong, zeg maar ook nog avontuurlijk. Is niks te doen. En de grote stad trekt dan. Ja. Hè? De grote stad trekt dan voor de studenten en zo. Maar men komt over het algemeen toch weer terug. En ja, dat er dan te weinig huizen zijn, dat is natuurlijk ook aan dit college te wijten. Dat hebben ze te weinig opgepakt. En dat is een kritiek die wij hebben. Te weinig goedkope huurwoningen, goedkope koopwoningen. Daar ligt echt een groot probleem. En daar komt nog bij natuurlijk dat dit college deze afgelopen periode ze de sociale huurwoningen verkocht hebben. Gemeentelijk woningbedrijf in Oude Heesselam. Ja, daar ligt een groot probleem. Oldemark, Keuneren, er is geen woning meer te krijgen. Maar is hier voldoende werk in het Sterwerkerland? Kunnen ze zeggen, ja, er zijn mooie huizen en we kunnen allemaal wonen, maar ja, er is geen werk. Het werk is in de Randstad. Er is wel werk. Er is ook een toename van banen. Hè? Dat is ook geconstateerd. Dus er is wel wat aan gedaan. In zoverre om het hier wat aantrekkelijker te maken qua werkgelegenheid. Ik weet niet hoe ver als je dat moet opvoeren hoor. Want ik bedoel, we zijn hier nou een keer een prachtig gebied waar je niet alles zomaar naartoe kan trekken. Maar ik ben het wel met mevrouw Bruining eens dat er ook vooral banen gecreëerd moeten worden, of gecreëerd, maar in ieder geval aangetrokken moeten worden. Bedrijven met dat mensen met een hoge opleiding daar ook terecht kunnen hier in dit gebied. En niet allemaal naar Utrecht en Amsterdam moeten en zo. We moeten een beetje van dat forensen idee af, denk ik. Ja. Even tijd voor Anouk. 3 days in a row.
half elf. Wij praten met Bernadette van Buitengewoon Leefbaar, mevrouw Bruining van de ChristenUnie en Lieke Fransen van D66. We hebben het al even over een debat gehad bij de RSG, wat deze week is georganiseerd. Een aantal punten die daar de revue passeerden. Jongeren hebben we dus met name over gehad. En we zijn net even blijven steken in het in de woningbouw. Om jongeren weer terug te krijgen naar Steenwijkerland moet er deels dus voldoende werk zijn, ook op hoog niveau. Maar daarnaast ook voldoende woningen. En Bernadette zei daarop van ja, dat is in de afgelopen 4 jaar gewoon niet goed genoeg gegaan. Met name op het gebied van sociale woningbouw. Ja. Wat dan weer eigenlijk niet helemaal strookt met die banen op hoog niveau, maar dat laten we nu maar even door elkaar lopen. En als ik meende, knikte mevrouw Fransen instemmend. Er is ook woningbehoefte voor iedereen. Hè? Die starters vooral. En kijk, welk niveau, dat maakt niet uit. Iedereen die start op enig moment en die heeft behoefte aan een betaalbare woning. En daar wordt onvoldoende aan gewerkt om die hier te krijgen. En onvoldoende in de kernen, met name is er te weinig gebouwd. Oldemarkt is helemaal een vergeten hoek, dat lijkt nergens op. Dat heeft het vorige college ook al laten liggen. En dit college doet dat wederom. Ja, dat nemen we erg kwalijk en daar steken we erg op in natuurlijk. Want dat is iets dat is moeilijk te verkopen. En IJslam is dan met name ook nog de dupe, omdat men in de afgelopen collegeperiode het woningbedrijf Grauwels aan Grauwels heeft verkocht, zeg maar. Het woningbedrijf van de gemeente. Dus in die zin is er op dit moment helemaal geen betaalbare woning meer in Oud-IJsselham. Want is dat ook aantoonbaar dat door de privatisering dat er minder huizen op de sociale markt? Ja, ja, dat is zo. Maar hoe aantoonbaar? Want je zegt het vrij strak, hè, van er is te weinig gebouwd. Maar hoe bereken je dat? Hoe kom je daaraan? Hoe stel je dat vast? Nou, als je met de verenigingen van dorpsbelangen praat, regelmatig, en met mensen die mailtjes sturen en al zo lang zitten te wachten op een woning en bij ons gebeurt er niks, dan mag je daaruit concluderen, denk ik, dat de stem van het volk in ieder geval klopt. En dat die zegt, er is nog een grote behoefte. En vooral ook aan kavels. Hè. Wij hebben nu sinds de vorige collegeperiode en volgens deze periode hebben we ook regelmatig gezegd, bied nou kavels aan waarop de mensen zelf kunnen bouwen. In dit gebied heb je mensen die gewend zijn om de handen uit de mouwen te steken en zelf een woning te bouwen. Wordt veel te weinig mee gedaan. Goedkope huurwoningen zijn er zat op de markt te koop te realiseren voor 120.000 euro. Ik heb vaker gezegd, maak er nou eens gebruik van. Er komen hier alleen maar statuswoningen van 230.000 euro. En dat is vaak onbetaalbaar. Dus Ik ben het helemaal met u eens. 230.000 euro. Dat is altijd zo. Een collegepartij die praat altijd anders. En ze hebben het allemaal prachtig gedaan en goed gedaan. En naar de burger geluisterd. Maar onvoldoende naar onze mening. En ik vind dus dat ze afgerekend moeten worden. Maar ChristenUnie vindt dat zij voldoende heeft geluisterd naar de burger. En dat natuurlijk luisteren wij naar de burger. Maar dat wil niet zeggen niet dat voldoende. Je altijd een pasklaar antwoord hebt wanneer een burger wat wil. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Je moet luisteren naar de burger. Je moet er wat mee doen. En dat wij hebben niet voor niks. Hebben wij en dat hebben jullie niet gedaan. Voor jullie niks, meneer Dedden, hebben wij met de begroting gevraagd naar hoeveel woningen er in kernen zijn gebouwd en waar die zijn gebouwd. En daaruit is gebleken dat er wel degelijk in de kernen gebouwd is. En dat kunt u niet ontkennen. Tuurlijk en dan is zullen het gebouwd, er wat op de is gewoon er is in gebouwd. Ieder geval gebouwd en er wordt nog steeds gebouwd. Er worden ook nog plannen voorbereid, daar is men mee bezig. De laatste raadsvergadering, hebben we het gehad over de sociale huur- en koopwoningen waar opnieuw op ingezet wordt. Dus er wordt wel degelijk geluisterd en er wordt wel degelijk ook wat van gezegd. We zijn bezig geweest met startersleningen om toch de jongeren binnen de kernen te houden. Starterswoningen worden opgezet. Gedaan. Ja, we hebben zelfs, werken we met CPO, het collectief particulier opdrachtgeverschap, waar ook jongeren in mee kunnen doen, waar ze niet een woning in één keer af hoeven te bouwen. Dus wat voor hun ook betaalbaar is. Ik denk dat er wel degelijk door dit college op ingezet wordt. Maar dat moeten we wel de voortzetten, ook de komende periode. Weet je wat ik vind? Ik vind het erg toevallig dat er nu allemaal projecten gepubliceerd worden net voor de verkiezingen. Ik vroeg me nog even aan mevrouw Frans, hebt u de aardigheid aan om in deze club deel te gaan nemen na 3 maart? Nou, ik denk dat ik,
Ik denk dat het belangrijk is dat we het anders gaan doen. Ik ben natuurlijk op tournee geweest. Ik ben in Blanke Ham geweest. De Belt Schutsloot. Daar constateer ik terecht dat er onvoldoende huurhuizen zijn. En we kunnen prachtige initiatieven nu... Kijk eens aan, mevrouw Fransen is het met mij eens. In dit geval wel. Maar niet in alles. Het is belangrijk dat jongeren huisvesting hebben. Ook in de huursector. Jongeren krijgen geen fulltime baan meer. Niet met langer lopende contracten. Die zijn heel erg afhankelijk van jaren, eenjarige contracten. Dus die kunnen ook geen hypotheek afsluiten. Dus het is erg belangrijk dat er huurhuizen komen. In Blankenham zijn op dit moment 2 huizen te huur. Dat is gewoon onvoldoende. De school staat bijna op omvallen omdat ze tegen de opheffingsnorm aankomen. Er was een toezegging dat er in 2005 gebouwd zou worden. 16 huizen. Als dat gebeurd was, hadden we misschien nu jonge gezinnen gehad met nieuwe kinderen. En stond die school ook niet zo op omvallen. Dat zijn dingen waarvan ik denk, als je met elkaar deze gemeente leefbaar wil houden, moet je inzetten op jong en oud. En moet je ook zorgen dat er dus betaalbare huisvesting komt. En ik heb het idee dat daar nog wel iets aan kan veranderen. Mag ik nog één ding daarover zeggen? Ik vind niet dat we altijd nieuw hoeven bouwen. Want er zijn best veel huurhuizen, heb ik ook gezien in Schiwolde en zo, maar ze zijn in abdominale staat. Je kunt daar toch eigenlijk met goed fatsoen geen jonge mensen meer inzetten met nieuwe gezinnen. En het is ontzettend belangrijk dat er dus aan, ook in Sint-Jans Klooster, dat er wordt in geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing. Dat die wijken weer worden opgeknapt. Want je kunt niet altijd maar nieuw blijven bouwen. De problematiek van Grauwels, verhaal, dat zit dus met name in Oud-IJsselham. En wordt wat gemakkelijk misschien gezegd van Schiwolde en Sint-Jansloosen. Maar de grens zit natuurlijk bij Oud-IJsselham. Ja, maar Blankenham valt er onder. Daar valt er ook onder. Daar is ook dat probleem met die woningen. Er is geen woning meer te krijgen. Nou, dus met heel veel toeters en bellen uiteindelijk dan besloten dat het gemeentelijk woningbedrijf IJsselham naar Grauwels ging. In hoeverre kun je dan nog invloed uitoefenen, mevrouw Bruining, op hoe het vervolgens allemaal gaat met dat bedrijf? Kun je dan eisen van, ik wil wel dat zoveel procent echt huur blijft en niet dat het gros verkocht wordt? Heb je daar nog invloed op of is het dan gewoon weg overuit? Dat kan wanneer er afspraken met Grauwels gemaakt zijn en volgens mij is dat ook gebeurd. De afspraken die klopten natuurlijk ook niet, daarom was er zoveel weerstand tegen. En daarom heeft de college toen de tijd ook een motie van wantrouwen aan de broek gekregen. Maar die werd onvoldoende gesteund natuurlijk door de collegepartijen. Maar het is natuurlijk op den duur toch nog ten koste gegaan van een wethouder. Hè? Het vertrouwen was er niet meer op dat moment. Dus we hebben wel wat beleefd de afgelopen periode. Dat het is niet zonder slag of stoot gegaan. Dat was niet van de raad, meneer Derde. De meerderheid van de raad heeft de motie van wantrouwen verworpen. Ja. Welke wethouder heeft dat de kop gekost? Nee, maar u zegt dat die is vertrokken. Maar laten we wel even zuiver houden dat die niet weggestuurd is door de raad. Nee, die is niet weggestuurd door de raad. Maar wel omdat hij voorstander was. De vertrouwen was op dat moment al geschaad. Later is hij pas vertrokken. Dat klopt. Maar hij is door zijn eigen partij aan de kant gezet. En hij is nu een nieuwe partij begonnen. En hij zit hier volgende week. Hij is nu een nieuwe partij begonnen. even terug naar Oldemarkt. Want dat is inderdaad, je hoort het ook in de omgeving, als je in Oldemarkt een huurwoning wil, ja, die is er niet. Nee. Er is al 8 jaar niet gebouwd. Nee. Nou, maar ook de oude woningen zijn verkocht. Ja. En daar kun je niet meer huren. Het is gewoon in handen van een makelaar in Steenwijk. En, dat is allemaal gedaan om geld binnen te krijgen. We hadden zoveel geld nodig voor structuurversterkende projecten. En er is het geld van Wadenko en is erin gezet. En er is de opbrengst van de huurwoningen ingezet. Op het laatste is er nog een toezegging geweest van de wethouder om een substantieel bedrag van de opbrengst van die 12 miljoen die de huurwoningen opgebracht hebben om die te besteden in Oud-IJsselham. Nou, dat moet allemaal nog gebeuren. We zien er nog niks van terugkomen. Dus ook in die afspraak komen ze duidelijk tekort. Er gebeurt gewoon te weinig. En ik zeg niet dat er niks gebeurt, want dan wordt er altijd de andere kant weer belicht natuurlijk. Men zegt altijd van, ja, maar je zegt dat er niks gebeurt. Nee, er is wel wat gebeurd, maar veel te weinig. Had het college daar rekening mee moeten houden met de ontwikkelingen van op het gebied van werkgelegenheid, werk en inkomen? Bij de plannen over nieuwbouw of bouw? Natuurlijk. Kan dat op korte termijn? Of gaat dat de gemeente te boven?
De gemeente heeft een toekomstvisie gemaakt voor een aantal jaren, waarbij ze ook uitgaan van groei. En goed, wij als D66 zetten daar onze vraagtekens bij of dat inderdaad wel klopt. En op het moment dus dat blijkt, maar goed, er zijn ook al rapporten waar dat schijnt te blijken dat het zo is dat er sprake is van krimp. Dan kom je dus op een heel ander verhaal. En zul je opnieuw naar moeten kijken hoe je in dit gebied de leefbaarheid in stand wil houden. En welke maatregelen je daarvoor moet nemen. Ja, maar niet alleen krimp, ook een andere manier van wonen, zeg maar. Hoe doe je? Niet alleen kopen, maar de nadruk komt steeds meer op huren. Ja, en ik merk dus dat de onvoldoende... Wat ik nu gezien heb, dat er onvoldoende huurhuizen zijn. Ja. Er zijn wel prachtige, in Blankenham ook staan 5 huizen te komen. Er zijn allemaal 3, 4, 5 ton. Dat is voor jongeren niet op te brengen. Nee. Maar met de nieuwbouwplan wordt wel degelijk rekening gehouden. En dat lees je ook elke keer. En dat lezen wij ook bijvoorbeeld met zo'n project van de Schans. Dat er wel degelijk rekening gehouden wordt met de verschillende doelgroepen. En dat er duurdere huizen in het duurdere segment zijn, maar ook de goedkopere. Dat er ook rekening wordt gehouden met starters en ook met sociale woningen. Vindt u 230.000 euro een starterswoning? Ik meneer niet. Derde, volgens ik mij niet. Was een starterswoning onlangs in Blokzijl echt geen 230.000 euro. Nou, dat kan me vergissen, maar daarom denk ik niet. Dat geen informatie veel beter is. Men moet met een starterswoning beneden een bepaald bedrag blijven. En ja. Dat schijnt heel erg moeilijk te zijn. En daar heeft de gemeente destijds nog aan mee bijgedragen om dat toch voor elkaar te krijgen. Ja, als je de juiste partijen maar weet te vinden. Maar dat, maar dat gaat nogmaals van het principe uit dat mensen langdurige contracten hebben en dat ze hypotheek kunnen krijgen. En naar mijn ervaring is met de jeugd van nu dat dat heel anders ligt. Maar wat de krimp betreft, ja. Hè, ik hoorde hier net het woordje krimp vallen, maar dat is natuurlijk zo dat degene die dat leuk vindt, die wil daarvan profiteren. Hè. En anderen zeggen, er is geen sprake van krimp. Er wordt niet over krimp gesproken, maar statistieken geven dat aan. Dus dan moet je daar dan rekening mee houden, ja. En treft dat dan de hele gemeente, dan denk ik ja. Dan treft het niet alleen de kleine kernen, want daar wordt vaak gesproken, ja, we moeten voorzichtig doen, want er is sprake van krimp. Wordt te pas en te onpas gebruikt, want in Steenwijk blijkt dat begrip niet opgevallen te zijn. Dus, in de kleine kernen. We hebben 100 woningen minder gepland, hè, voor de toekomst dan van plan, in rekening houden met krimp. Dat is hartstikke goed. Ik vind ook dat je daarop moet inspelen. Maar waarom dat nou weer te kosten moet gaan van de kleine kernen, waar toch al te weinig gebouwd wordt, dat begrijp ik dan weer niet. En dat zouden wij dus anders doen. Wij zouden dat zeker anders doen. We ronden het onderwerp af, mevrouw Bruining. Nee, dat wordt gewoon door elkaar gehaald. Want laten we eerlijk zijn. In de kleine kernen wordt gebouwd voor eigen bewoners. Daar trek je geen mensen af van buitenaf aan. Dus je moet wel degelijk uitkijken. Ga je bouwen bij kleine kernen of ga je inbreiden? Ook voor de eigen mensen wordt onvoldoende gebouwd. En ga je inbreiden, moet je in het kader van de leefbaarheid van zo'n dorp ook degelijk rekening houden met leegstand. Wanneer je bouwt voor eigen bevolking, moet je kijken van wat daar is. En bouwen bij kernen, hebben wij altijd gezegd, moet mogelijk zijn. Het liefst nog inbreiden of renovatie. Maar je moet rekening houden dat het is voor eigen burgers en ja, dat je geen leegstand daar krijgt. Daar wordt er weinig voor bij gebouwd. De stad, de zoals Vollenhoven, Oldenmarkt enzovoort, daar moet je, mag je extra bouwen. Nee. Een stad als Steenwijk, dat is echt ook om mensen van buiten af. De afspraak die gemaakt is met de herindeling voor Oldenmarkt en Vollenhoven, zelfs die wordt niet nagekomen. We worden het niet eens vanochtend, denk ik. We gaan even onderbreken met Marco Bussato. En we gaan dadelijk van het buitengebied naar de stad. Ook zo'n probleem? Nee, Bussato. Ja. Nee, valt best mee. In de woestijn, zo slokt de menigte mij.
gezicht. Ik word geboren in de bergen, draag het water naar de zee. Maar waarom ben ik vergeten? Ik zet mijn stappen in het zand, maar word geruisloos weggespoeld. En vul mijn plek weer in de leegte. Mijn gezicht. Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die dit licht voor even werpt. Nog heel even in de waarheid slaat een leugen keihard uit mijn handen. Branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf. Dio disse, sia luce. E luce fu. Gedragen door het witte licht. Kom ik los van wie mij maakte. Knijp de tijdsen ogen dicht. Meer dan een schaduw in het witte licht. Open ogen in de zon. En we praten gewoon door tijdens de koffie en het plaatje. Natuurlijk. Van Marco Borsato. Oh, hij is nog niet eens klaar. Ach, een beetje sneu voor hem, hè, dat we door hem heen praten. Maar het is niet anders. Wij praten met Bernadette van Buitengewoon Leefbaar, Frank Bruining van de ChristenUnie en Dieke Fransen van D66 Steenwerkerland. We hebben ons met name georiënteerd eerst op jongeren en later op het buitengebied. En dan via het buitengebied naar de woningbouw, sociale koopwoningen. En huurwoningen, daar is het laatste zeker nog niet over gezegd. Daar gaan we een andere keer over verder praten. Ik wil even naar de binnenstad. En dan, om te beginnen even naar die jongeren die tegen u zeiden... mevrouw Fransen, er is ook helemaal niks te doen. Hebben ze daar gelijk in of valt het nog wel een klein beetje mee? Ik ben zelf geen jongere, dus ik kan dat moeilijk beoordelen. Wat ik van hun hoorde is dat dat zo is. En ze hadden bij het RSG... ook de stelling bedacht dat het niet zo zinvol was om jongeren een cultuurpas te geven, omdat er toch niks te doen was. Oh, dat klinkt wel heel dus, sneu. Ja, inderdaad. Dus ik neem aan dat dat zo is. In ieder geval is het hun beleving en is het dus belangrijk om met hun in overleg te gaan van waar ze dan behoefte aan hebben. Ja. Er zijn natuurlijk kroegen waar ze heen kunnen gaan. En, ja. Maar ik begrijp ook dat ze naar disco's heel ver weg gaan. En dat is hetzelfde, want met de disco's hier gaat het niet zo heel erg goed. Dan zouden ze beter de disco hier kunnen bezoeken. Maar ja, goed, of je dat kan bevorderen. Disco's is dan één, maar daarnaast zijn meer zaken, mevrouw Bruining. Ja, nou, ik kom even terug op die cultuurkaart. Want volgens mij krijgen ze een cultuurkaart. Mijn kinderen hebben er ook in. Maar is die niet alleen in Steenwijk te gebruiken, maar verder. Volgens mij is het een landelijke kaart. Dus daar kan mij meer mee. Dus die cultuurkaart is sowieso goed. Neut. Daar kun je ook naar musea en weet ik veel overver. Dus dat is een eerste. Dan denk ik wat wij in Steenwijk hebben. En zeker als het over de stad Steenwijk gaat. Er is de Minte. We hebben een theater. We hebben een bioscoop. We hebben de nodige sportmogelijkheden. Er zijn verenigingen op het gebied van toneel, muziek. Van alles kun je eigenlijk wel krijgen. En wordt wel aangeboden in Steenwijk. Dus dan denk ik, ja, waar klaagt men dan nog over? Er zijn uitgangsgelegenheden, die zijn er ook. Dan denk ik, wil de jeugd eens een keer wat? Kom, bedenk zelf eens wat. Het hoeft niet allemaal voorgeschoteld te worden, maar je kunt zelf ook eens actie ondernemen. En dat gebeurt te weinig?
Nou, wanneer, nee, ja, maar wanneer men klaagt, hè, zoals die stelling ook, want daar struikel je dan gelijk over als je dat ziet. Dan denk ik bij mezelf, jongens, kom op, jullie zitten in een leeftijd, jullie kunnen zelf ook zaken organiseren. Hmm. En dat is dan gewoon jammer. Maar we hebben niet gevraagd waarom ze nou die stelling poneren en wat ze, waar nee, ze dan behoefte aan dat hebben. Is er dat niet is het jammer. Nee, maar dat heeft men ook zelf niet aangegeven. Nee, maar we hebben ook, er ook niet naar gevraagd. Wat ik wel weet is bijvoorbeeld dat mensen graag muziek willen maken en dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om oefenruimte te huren. En nou, daar hebben we net nog een brief over gekregen in de Buzen, dat tot problemen leidt. Dus misschien is dat iets. Maar goed, ik snap ook dat niet heel Steenwijkerland muziek wil maken. Maar ik ben wel benieuwd wat ze dan wel zouden willen. En dat gesprek zou ik graag met ze aangaan. Nee, nou, en wanneer men echt ideeën heeft en wanneer men daar de gemeente echt voor nodig heeft, dan denk ik dat de gemeente daar ook... Klopt maar aan en dan komt wel iets. Ja, en dan nee, heb je ja, kun je krijgen, zou ik zeggen. Ja, ik ben het denk ik wel een beetje met mijn buurvrouw eens. Ik denk dat hier voldoende te doen is in deze omgeving. Ik weet niet waar die klacht vandaan komt. Wij hebben hem nog niet gehoord van de jeugd, van de jongeren waar wij mee spreken. Dat was de stelling. Wat zeg je? Dat was de stelling op de RSG. Ja, dat was een stelling. Maar ik bedoel, je kan het ook niet eens zijn met die stelling. Wij hebben deze stelling niet hoeven te gebruiken. Wij hebben gesproken over hives. Maar goed. Vorig gesprek hadden we het even over. Van, maar goed, ik denk dat, hier, dat ik het niet eens ben met die stelling. Zeg maar dat er te weinig te doen is voor de jeugd. Ik denk dat mevrouw Bruining heeft net een aantal zaken opgenoemd. En ik bedoel, als er echt... in grote getalen behoefte is aan andere voorzieningen. Laat men zich, laat men elkaar opzoeken en laat men dat probleem voorleggen aan de raad, raadsleden. Dan kunnen ze er wat mee doen. Maar op zich ben ik het met die stelling eens. Want ik vind dat ook iedereen die iets wil daar ook zelf zou mee moeten komen. Ja, de jeugd die is mondig genoeg. Maar aan de andere kant hebben we ook een beleid met z'n allen ingezet dat we willen dat de jeugd in Steenwijkerland blijft. En daarom hebben wij ook een belang om te weten van wat ze dan missen. Ja, maar dan, dus moet je ze ook vragen wat ze dan willen. Ja, ja precies. En dat initiatief kunnen we wel nemen. Maar, ik denk dat het goed is dat we ook de komende periode, dat hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma staan, van kijk nou eens, zijn er voldoende ontmoetingsplaatsen? Hè? Want er zijn best kernen waarvan je zegt, ja, waar moet de jeugd naartoe? Die eigenlijk geen mogelijkheden hebben. Dus wij vinden wel dat in elke kern, voor zover mogelijk, er een ontmoetingsplaats moet zijn. Voor jong en oud. Daar moet echt naar gekeken worden. En als ik kijk in het buitengebied ook, daar hebben we dan, nou, om maar even de drankketen te noemen, nou, ik mag drank niet meer gebruiken, ik moet zeggen jeugdketen. Dan denk ik, ja, dat lost ook een aantal zaken op, hè? Zeker in het buitengebied. Waarom mag je drankketen niet meer gebruiken dan? Het woord, het is toch drank wat er vaak gebruikt wordt? Nee, omdat het een negatieve lading heeft. En ik denk dat dat niet op elke keet van toepassing is. Nou, maar niet op elke keet misschien. Vindt u dat een geschikte ontmoetingsplaats? Ja, want mevrouw Bruining heeft ervoor gestemd. De keet zonder drank. Wij hebben gezegd de keten dicht, tenzij aantoonbaar alcoholvrij. Ja, maar als de jeugd staat iets anders in uw kiesprogramma. Als de jeugd dat nou wil. Wij hebben gezegd, wij zijn voor, wij zijn niet tegen die keten, maar wel onder strikte voorwaarden. Ze moeten doen aan de veiligheidsregels van de brandweer. Er moet een ouder moet daar verantwoordelijk voor zijn en die moet ook met name genoemd worden. En er mag beneden de 16 jaar geen alcohol worden geschonken. En dat is mogelijk. We hebben hier Joël Voordewind gehad, onze man uit de Tweede Kamer. En die is wezen kijken bij in zo'n keet. We hebben hem ook meegenomen, omdat er in Den Haag ook over gesproken wordt, over die drankketen. En toen hebben we gezegd, kom nou eens hier en kijk nou eens in de praktijk wat dat betekent. Dat is het voordeel, als je een landelijke partij bent, dan kun je dat doen en kunnen ze dat weer meenemen. En daar hebben wij een gesprek gehad met de jongeren. En dat is een huiskamerketen. En wij maken dus wel degelijk verschil tussen echt de zuipketen, want die zijn er ook, maar ook de huiskamerketen. En als je dan ziet hoe dat georganiseerd is, ouders daarover hoort, die daar ook gewoon binnen zitten, dan zeg je dat is prachtig in een buitengebied. Dat moet je ze niet afnemen. Maar we moeten wel stevig handhaven en controleren. Dus eigenlijk zijn jullie dat eens, de derde, of niet? Ja, daar zijn we het in grote lijnen wel over eens, dat klopt. Ik ben niet met er eens waar je gaat over landelijke partijen. Want ik vind het gewoon een zwakte bot dat al die politici uit Den Haag hier naartoe moeten komen om de lokale partijen een beetje te ondersteunen. Want ik vind dat moet je toch zelf kunnen. Nee, dat moet ik toch eventjes... Nee, meneer Derde, dat moet ik rechtzetten. De voorman is hier geweest en D66 die klampt zich aan Pechtold vast. Nee, die
moet zo nodig even buitengewoon leefbaar geven. Vast aan bed. Ja, ik maak je nou onafhankelijk. En wanneer wij, politiek. Meneer Derden, niet onze mensen hadden gehad hier in het gebied. En wanneer ik alleen maar kijk naar Natura 2000. En we hadden ze niet met de neus op de feiten gedrukt, op de problemen gedrukt die hier waren. Ze dat niet daadwerkelijk in de praktijk hadden laten zien. Er is veel correspondentie geweest. Dan hadden wij nooit die 3 miljoen binnengekregen voor de dan wil ik wel even zeggen dat wij de partij waren die Natura 2000 problemen aangezwengeld hebben en jullie aan de haren erbij getrokken hebben. Meneer Derden, dat is niet waar. De ChristenUnie heeft continu in overleg gestaan. En dat is niet alleen de ChristenUnie gesteerd, dat is ook door het CDA gebeurd. Nee, en nee, ook nee. Door de VVD. Nee. Maar nou even, nu ben ik jeugd. Het is lang geleden, maar ik ben nu jeugd. Dus ik heb een aantal wensen, ik wil een aantal leuke dingen doen. Ja. En dan komen er mensen van boven, en met bestuur en zo, die komen met allemaal randvoorwaarden, zoals dat dan heet. Hè? Of met de brandweer dit en regeling dat. Dan gaat de lol er toch wel af. En denk ik dan. Moet mijn moeder ook nog in de keten bij. Ja, precies. Ja. Nou, als ze laatst in mijn keten moet, is mijn moeder wel. Maar is dat zo? Gaat de lol eraf met al die regels? Nou, ik denk dat je juist wel aan kunt spreken op hun verantwoordelijkheid. En dat ze die ook nemen. En hoe duidelijker je bent, hoe beter. Ik ben er wel voor dat we keten hebben. Want ik heb begrepen dat dat heel goed gaat. Ik ben in Beeldschutsloot geweest. Daar hebben ze me verteld dat er 4 keten zijn. En dat daar eigenlijk nooit problemen zijn. Het is natuurlijk vervelend als er problemen komen wat brand betreft en dat soort zaken. Dus daar denk ik dat je wel met elkaar regels voor kunt stellen en dat niemand daar problemen heeft. Of je daar dan een ouder bij moet zetten, nou, dat is. Ik denk dat je best incidenteel kunt controleren. En daar hoeft niet constant iemand bij die daar de boel in de gaten houdt. Ik moet even iets rechtzetten, want het is dus niet dat de ouder daar constant bij zit. Natuurlijk niet. Okay. Ik denk, maar dat zou van de zotte zijn. Ja, nee, dat zou gewoon van de zotte zijn. Goed. Als wij vroeger een partijtje hielden thuis, dan gingen de ouders naar boven. Precies. Dan moest ik in de garage moest ik het feestje geven. Die hadden wij niet. En dan keken ze niet stiekem. Nee. Om 11 uur kwamen ze beneden en wist je dat het afgelopen was. We gaan onderbreken en dan gaan we even naar onze slotronde. We gaan luisteren naar Laura Jansen. Around, I was looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Thank you.
gaan bijna naar het nieuws van 11 uur. We hebben afgesproken dat we na 11 nog even 10 minuten doorpraten. Anders werd het nu wel heel erg kort. Had iedereen nog precies een minuutje om iets te vertellen. Dat kunnen we nu wel even doen, die minuut. En dan na het nieuws nog even terugkomen met een ander onderwerp. Van wat gaat er deze week gebeuren? Qua debatten, folderen. Wat gaan jullie doen als partij zijnde? Buitengewoon leefbaar bij Dedde. Nou, qua folderen is er gisteren, of ja, zelfs vrijdag, nee, vandaag is zaterdag, vrijdag al begonnen met folderen. En vandaag gaat dat door met kaarten in de bus te doen bij de bewoners om voor Valentijn even een aardigheidje. Qua debatten is het woensdag het ZME-debat in Huizen de Bult in ja, we noemen dat de ISVN, denk ik, hè? De Bult. Ja, de zij Bult. Zeggen de Bult. De Bult. Maar bij de Boelhoeven. Ja, bij de Boelhoeven. En dat zijn dan de kleine zelfstandigen die dat georganiseerd hebben. En donderdag is er een debat in Blokzijl. Christen. Wat georganiseerd is door Plaatselijk Belang. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor. Ja, maandagavond hebben we fractie, dinsdagavond is de raad, woensdagavond ZME, donderdagavond de plaats Blokzijl. Nou, daar zullen we ook van de partij zijn, dus ik denk dat wij de week wel weer vol hebben. Druk zat. Nou, en ons promotieteampje dat zal ongetwijfeld folderen en daar doen wij natuurlijk driftig aan mee voor zover de tijd ons dat toelaat. D66. Wij zijn maandagavond aanwezig op de voorlichting over de Zuiderzeerand. En dinsdag is raad, woensdag ZME, donderdag Blokzijl. En we zijn bezig met de voorbereiding omdat volgende week dinsdag Alexander Pechtold naar de wijk komt. En 7 lijsttrekkers. Dat is die meneer waar bij Delle ja, die meneer, had, ja. Ja. Die komt dus naar de wijk en we gaan met 7 afdelingen van D66 zullen we ons daar presenteren. Dus dat mag ik ook doen. En, nou, dat gaan we goed voorbereiden. Want het is natuurlijk wel heel bijzonder om voor de Grote Bos te vertellen van wat je in Steenwijkerland wil. En het is, we zijn natuurlijk net begonnen. Dus het is heel erg leuk om op de kaart te zetten wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. En wat we nog van plan zijn. Wij gaan even naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug. Dit is Actueel met Luzie Otten en Hans Bogers. Sometimes I feel like I'm the woman kicking as a racing thunder, burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang it on the garbage, can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never feel shitty, cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again, brings me back to where I really am. Stop!
sweet, I remain in this crazy inner world is where I spend most days, trying to amplify my heart to find a brain that works. I'm calling on various characters to let this crazy, boring bubble burst. Whoa, oh, oh, are we meant to be sheep in the herd? No. That's my word, and the trouble I find, the world ain't so dull, man, it's all in our minds. Blijft hangen. 7 minuten over 11 is en het. En onze gasten blijven ook hangen. Onze gasten blijven ook nog even hangen. Bert Derde, Frank Bruining en Dink Fransen. Buitengewoon leefbaar ChristenUnie D66. Hartelijk dank daarvoor. We hebben in het eerste uur al een heleboel zaken besproken. We hebben een heleboel zaken onderbelicht gelaten. Ik wil nog even naar de zorg. De WMO. De uitvoering die op dit moment is. En wat er nog aan zou kunnen verbeteren. Veranderen. Mevrouw Fransen. Wat in ieder geval zou kunnen verbeteren is dat de invloed van de WMO-raad veel groter wordt. Dat er niet alleen dat de tevredenheidsmeting onder cliënten beter wordt gedaan en meer inzicht geeft op welke veranderingen ze willen. Als ik kijk naar de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning in deze gemeente, valt me op dat de nadruk met name ligt op de uitvoering van huishoudelijke verzorging enzovoort. De wet maatschappelijke ondersteuning is veel groter. Het gaat ook over jeugdwerk, over ouderwerk. En met name de mogelijkheid om daar in preventieve sfeer van alles in te organiseren. Ik vind dat dat op dit moment onderbelicht is. En als wij in de raad komen, dan zullen we daar ons uiterste best voor doen om daar zaken voor te regelen. Want preventie gaat voor zorg. En wat ook heel belangrijk is, dat welzijn een veel belangrijke rol krijgt. Iedere euro die je aan welzijn investeert, bespaart 10 euro zorg. En als je het over leefbaarheid hebt in deze kernen, zullen we veel meer in moeten zetten in het welzijn van burgers dan tot nu toe is gebeurd. Helder. Helder. Mevrouw Bruining? Ja, ik denk dat er op het gebied van WMO natuurlijk heel veel gebeurd is. En er wordt wel gezegd de huishoudelijke hulp. Ja, er is behoorlijk op ingestoken. We hebben in omliggende gemeenten gezien wat dat voor ellende voor sommige mensen teweeg kan brengen. Het jaar 2007 is een overgangsjaar geweest. 2008, daar is door de gemeente echt beleid op gemaakt. En de verschillende zorginstanties waar men dus ook zorg kon inkopen. Dat eigenlijk één op één kon. Dat mensen hun eigen verzorgers konden houden. Ik denk dat dat heel goed geweest is. En wanneer je ook rondvraagt, maar dat blijkt ook uit een enquête, dan is men ook heel erg tevreden daarover. Ik denk dat dat heel goed geweest is. Op het gebied van jeugdbeleid is natuurlijk best ook heel veel gedaan. Als je ziet hoe er toch ingestoken wordt op het Centrum voor Jeugd en Gezin, wat best een moeilijke materie is. Het is niet een gebouw, het is toch een zorgstructuur waarop ingezet wordt. Als je daar een onderdeeltje uithaalt, de pilot kind in de kern, hè, wat in Sint-Jansklooster Vollehoven op het ogenblik draait, de zorg heel dicht bij de jeugd brengen, zodat er eigenlijk geen drempel is waar ouders eigenlijk gelijk bij betrokken zijn. Nou, dat die keten verder uitgebouwd moet worden, ja, niet uitgebouwd, want we hebben bestaande zorgketens. En dat je daar met een afstemmingsorgaan daarboven ervoor kunt zorgen dat inderdaad ieder kind geholpen wordt, dat het niet tussen wal en schip valt en dat het niet van het een naar het andere loket, maar daar wordt op ingezet, daar is men druk mee bezig en ik denk dat dat een hele goede zaak is. Daar ben ik met u eens, maar dan zit u vooral op de achterhand als de problemen al ontstaan zijn. Dat is want niet D66 waar, graag wil, mag ik even uitpraten? Ja. Als je naar kijkt, want waar u het hebt is met name al op de financiering via de wet jeugdzorg. Wat belangrijk is, als je naar de over de WMO hebt, dat je kijkt op preventie. En dat je dus juist probeert om die problemen te voorkomen en te signaleren in een zo vroeg mogelijk stadium. En dat is waar D66 zich voor daar sterk hebt voor wil maken. Niet goed in de gaten wat het Centrum voor Jeugd en Gezin inhoudt. Nou, dat denk ik want wel. Want de jeugdzorg zit juist aan de achterkant. Nee. De preventie. We hebben een front office en een back office binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. En juist het front office, dat is gewoonte, dat zijn de dominees, dat zijn bijvoorbeeld onderwijzers of wat ook maar.
preventie wordt juist op ingestoken om te voorkomen dat men bij de jeugdzorg terechtkomt. Daarvoor is het Centrum voor Gezin. Het Centrum voor Gezin is niet alleen voor problemen. Kunnen mensen ook met gewone vragen terecht. Opvoedvragen of als een jeugd ergens vragen heeft, kunnen ze daar ook terecht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de basis staan ook de Maar u hebt het over de consultatiebureau. Als u het Centrum Jeugd en Gezin hebt. Waar het om gaat is natuurlijk niet hoe je het noemt. Het gaat erom dat alle partijen die op dit moment al in dit veld werkzaam zijn, met elkaar samenwerken. Ja. En dat is essentieel. En dat gebeurt dus in het Centrum voor Jeugd en Gezin. En er zit een afstemmingsorgaan zit daarboven. Zodat er ook inderdaad geen hiaten vallen. Maar nog niet voldoende, volgens mevrouw Fransen. Nee, derde. Ja, ik zit lekker rustig even te kijken hoe de dames elkaar een beetje in de haren vliegen. Dat is ook wel leuk om te zien. Maar als we het hebben over de invoering van de WMO-wet, dan is dat hier in Steenwijk denk ik bijzonder goed gegaan. We hebben daar de wethouder ook complimenten voor gegeven. Onder het motto kan altijd beter. Hè? Zijn er natuurlijk, en al uitvoerende, loop je tegen een aantal zaken aan waarvan je zegt dat daar moet nog meer aandacht voor zijn en dat moet soepeler. Want het is natuurlijk een geweldig breed... Alleen over huishoudelijke verzorging? Nee, of ook onder andere prestatievelden? Het is natuurlijk een geweldig breed veld. Maatschappelijke ondersteuning, dat behelst heel veel. Waar wij tegenaan lopen en waar we klachten over krijgen van mensen... dat is bijvoorbeeld wanneer er een aanpassing aan het huis moet komen of zo. Dan doet de gemeente nog wel eens wat lastig. Dan hebben ze blijkbaar niet in de gaten wat hun taak precies is op dat gebied. En daar wordt ook aan gewerkt. Er wordt ook wel aandacht aan gegeven nu. Dat zijn problemen, daar loop je gaandeweg tegenaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk. We hebben hier in het gemeentehuis hebben we een paar keer een avond gehad. Met allerlei organisaties zijn we op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Ja, als je dan kijkt hoe iedereen, elke organisatie krampachtig op zijn eigen winkeltje past. En dat men zegt van als er een probleem is, dan gaan er wel 10 deuren voor je open, maar je weet niet welke de goede is. Dat men in feite elkaar een beetje concurreert op dat gebied om te zorgen dat je toch je cliëntje maar binnenhoudt. Dat vind ik iets waar geweldig veel aandacht moet zijn. En dat moet ook beter. Maar en dat ik snap zou best... dat blokken toch ook moeten bevorderen. Dat je daar aanklopt en zegt van nou, u kunt daar terecht en u kunt zelf kiezen. Dat is precies de bedoeling van deze invoering van die wet geweest. Maar kijk, ik snap best dat je daar later tegenaan loopt. En het is natuurlijk een kwalijke zaak dat er zoveel hulporganisaties zijn die eigenlijk elkaar een beetje zitten te concurreren. En op dat gebied ook. Maar zo zijn er nog heel veel dingen waar wat aan verbeterd kan worden. Maar ik denk dat de start bijzonder goed is geweest in deze gemeente. Beter dan in andere gemeentes. Dat beconcurreren van partijen onderling, mevrouw Bruining. Wat kun je daar nog aan verbeteren als gemeente zijnde? Door de zaken goed op elkaar af te stemmen. En dat moeten ook die zorgketens onderling doen. Ja. Het is gewoon inderdaad... Ja, is maar daar moeten wij ook aandacht aan schenken. Want als je één probleem hebt bijvoorbeeld en je klopt aan... Of twee problemen en je valt meteen onder die zorgketen... En met andere problemen om die andere zorgketen... Ja, en je hebt die combinatie, dan kom je misschien wel nergens terecht. Nou, dat moet je voorkomen door juist die afstemming tussen die zorgketens... Dat dat echt sluitend wordt. En daar moet dan iemand die echt een probleem heeft... Moet dat niet uit hoeven zoeken... Dat moet begeleid worden via dat loket. Daarom zodat is het ook mensen, belangrijk dat er één loket is waar men verwezen wordt naar de juiste daar waar men direct geholpen. Ja, oké, maar het kan best zo zijn dat je uit 4 kan kiezen. Maar goed, dan moet je die keuze voorleggen. U kunt kiezen uit 4 en neem wie u het beste lijkt, toch? Ja. Eigenlijk zijn jullie toch wel een klein beetje eens, mevrouw Frans, of niet? Of bespeurt u, of mist u nog iets? Ja, ik mis nog wel iets. De gemeente heeft in de wet maatschappelijke ondersteuning een speciale rol gekregen, namelijk de regierol. En zij is als geen ander in staat om partijen bij elkaar te brengen en te dwingen tot samenwerking. En ik heb het idee dat daar nog wel winst te halen is. Dat die samenwerking tussen partijen, hè, want meneer Berde zegt dat ook, dat loopt lang nog niet altijd goed. En we moeten zometeen na de verkiezingen horen we hoeveel we moeten bezuinigen. Dus we hebben geen extra geld. En het is wel belangrijk dat alle mensen die nu gebruik maken van die voorzieningen uit de WMO, die dat straks ook kunnen doen. Dus we zullen, als we een efficiëntieslag willen maken, zullen we dat moeten doen in samenwerking. En ik denk dat daar een grote rol voor de gemeente is weggelegd. Die sluitende structuur, dat proberen we dus te creëren binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar moet het gebeuren. Ja, want daar heb ik u nog niet over gehoord,
op echt dat Centrum Jeugd en Gezin, wat geïntroduceerd is het laatste jaar, zeg maar. Hè. Best ingewikkeld. Wat eerst nog een beetje gezien werd als een werkelijk centrum gebouwd voor stenen, maar dat is het dus eigenlijk niet. Dat moet het absoluut niet zijn. Nee, dat is het dus ook niet. Maar goed, zo klinkt het een beetje. De werking daarvan, de start daarvan, daar kunnen jullie in vinden? We vinden het heel erg belangrijk, nog los van hoe je het noemt, dat die samenwerking beter gaat en dat er sluitende afspraken zijn. Dat er mensen zijn die inderdaad die je aan kunt spreken als een kind weggelopen is en 's nachts om 3 uur weer thuis komt. Dat je iemand kan bellen die in dat gezin aanwezig is om met het kind en met de ouders te praten, zodat dat niet onmiddellijk weer escaleert. Wat je nu ziet is dat heel veel instellingen om 5 uur ophouden en dat er niemand meer te bereiken is. Nou, dat soort zaken, daar moet je met elkaar kijken. Je moet meer in ketens denken. En je moet met elkaar afspraken maken dat je een sluitende zorgverlening hebt. Maar in de WMO zit niet alleen jeugdzorg, daar zit ook ouderenzorg in. En ik maak me ernstig zorgen over hoe dat hier geregeld is. En ik denk dat de nieuwe wijze van welzijnswerken en ook voor ouderenzorg heel erg belangrijk is. En dat we daar nog heel veel winst kunnen halen. Er valt nog heel veel winst te halen, mevrouw Bruining. Ik denk dat we een ouderenraad hebben waar goed mee gesproken wordt. En de problemen die er liggen bij de ouderen, dat ook aangegeven wordt. En dat daar ook concreet wat mee gedaan wordt. Dus er is geen wensen behalen, het gaat nu goed. Oh nee, er zullen altijd wensen blijven. Daar maar we blijven in vergaderstructuren praten. Het gaat om de mensen. Het gaat om de mensen die in een kern wonen en die daar heel graag willen wonen, blijven wonen. Maar dat er geen winkels meer zijn. En dat maar daar, mevrouw Frans, u snijdt iets aan. Daar kunnen wij natuurlijk niet alles aan doen. Wij kunnen niet zorgen dat daar winkels blijven. En wij kunnen hooguit zeggen, we gaan zaken clusteren. Een bibliotheek en weet ik veel wat. Misschien een klein winkeltje erin. Dat je dat kunt aanbieden. Maar wij kunnen daar geen winkels houden. Wij kunnen alleen zorgen dat, kijkend naar de woningbouw, kijkend wat nodig is en wat mogelijk is, om daar dan op in te spelen. Ook voor ouderen. En dat wordt gedaan. Want er wordt gekeken. Waarmee de centrum is gesloten, meneer Dedde. Hoe zit het met de nieuwbouw? Dat is natuurlijk precies waar wij voor staan. Ik bedoel, er wel naar kijken, maar er dan ook echt wat aan gaan doen. En dat is wat ik in het begin ook zei. Onvoldoende gebeurt. De signalen die hebben ze blijkbaar wel opgepikt. Maar ze blijven praten en ze blijven plannen maken. Maar er komt te weinig uit. Dat zien we om ons heen. Die nood is nog steeds aanwezig. Ik heb me de laatste 20 jaar er uit verschillende functies dan weliswaar mee bezig gehouden met de problematiek van de kleine kernen. En het is heel moeilijk blijkbaar voor bestuurders om dat aan de gang te krijgen. En vandaar ook dat wij ons via de politieke weg erin hebben zijn gaan bewegen. En gezegd hebben van, nou, wie weet krijgen wij zoveel steun van de bevolking dat het ook eindelijk eens een keer aan het oplossen van die echte problemen dat we daaraan toekomen. Dus wij gaan afronden. Ja. Wij bedanken jullie voor jullie inbreng. Jullie zijn alle drie weer te zien komende dinsdag. Nee, mevrouw Frans is komende dinsdag nog niet te zien tijdens de raadsvergadering. Maar wel op de bank. Is er geen onderwerp om in te spreken? Woensdag discussie in Blokzijl. Donderdag in Huis ten Wolde op de Bult. Dus, net omgekeerd. Ja, overal te zien en te horen. Dit was jullie in ieder geval laatste optreden voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de radio. Natuurlijk wel op de grote televisie uitzending. Daar zijn jullie zeker bij. Bedankt voor de inbreng en een goed weekend. Jullie bedankt voor de mogelijkheid. En wij luisteren naar Cameron, Caro Emma.
column. Dit is Hans Bogers. Opruiming. Ik hou niet zo van opruimen. Ook al schijnt opgeruimd netjes te staan en zijn mensen met een opgeruimd voorkomen meestal frisse, vrolijke en onbekommerde types. Opgeruimde mensen zijn mensen die positief en opgewekt het leven tegemoet treden. Tenzij ze opgeruimd zijn natuurlijk, want dan kun je hun opgeruimde natuur alleen nog maar aflezen van een steen. In het verre verleden is er ooit een jonge man ingeslaagd om na zijn opruiming toch weer opgewekt de draad van het leven op te pakken. Een uitzondering dus, al praat men er nog steeds over. Maar genoeg gespeeld met woorden. De afgelopen dagen was het voor mij in plaats van spelen opruimen geblazen. Want u moet weten dat de schilders, de kamers, de woonkeuken, de hal en de overloop van ons huis grondig hebben opgeknapt. En dat het er nu weer spik en span uitziet. Daar nog bijgevoegd de aanschaf van nieuw meubilair en een schitterend tweeluik. En het mag duidelijk zijn dat ik er niet aan kon ontkomen om ook mijn bijdrage aan deze gedaanteverwisseling te leveren. Met het opruimen van allerlei spullen. Troep, zouden buitenstaanders zeggen. En daar nu ben ik, tegen alle verwachtingen in en in strijd met alle natuurwetten, wonderwel in geslaagd. Nog nooit, voor zover ik mij kan herinneren, heb ik zoveel en zo grondig opgeruimd als in de afgelopen dagen. Opruimen is een proces van de lange adem, traag en stroperig. De beginsnelheid is meestal erg hoog. Er moet aangepakt worden en zachte dokters maken stinkende wonden. Maar bij de eerste de beste kapotte mondharmonica met Sinterklaas gekregen van oma uit Katwijk, ergens in het begin van de 60e jaren, begon het opruimingsvertragingsproces. Hoe groter het prul, hoe langer het duurt voor je, teruggehouden door herinneringen van blijheid, van boosheid, van spijt of zomaar waardevrije herinneringen, hoe langer het duurt voor je het prul definitief weggooit in de prullenbak. Voor je het definitief uit je oprakelbare herinneringen verwijdert. Want dat is het natuurlijk. Sommige herinneringen, en vaak niet de minste, blijven alleen oproepbaar als er een tastbaar bewijs van hun bestaan is. En dat proces heb ik nu doorlopen en tot een goed einde gebracht. Het is volbracht. Straks zijn de zolder, het schuurtje en de garage aan de beurt, maar nu even niet. Nu is het tijd voor een cantate van Bach. Met een voor mij moeilijk te vatten titel, Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Vrij vertaald, als je van me houdt, doe je wat ik zeg. En die mondharmonica? Die heb ik toch maar weer uit de vuilniscontainer gehaald. Bijna 11:30. We gaan zo over naar de lunchbox. We bedanken u voor het luisteren. We bedanken onze gasten natuurlijk voor hun lange medewerking aan dit programma. En techniek was in handen van Joey Theekamp. Het programma werd gemaakt door Hans Bogers en Lucie Otten. De column die u net van Hans kon beluisteren kunt u nalezen en ook naluisteren op www.mix105.nl. U een heel fijn weekend en graag tot de volgende week. Tot ziens.